Vandaag maken we de pc van collega Jeroen schoon. En ik bedoel niet alleen even het paneel eraf en met wat perslucht erdoor. Deze pc gaat eruit zien alsof hij net nieuw gebouwd is. Benieuwd hoe ik dat doe? Blijf dan kijken. Tot zo. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redix Gaming en ik begin meteen met een oproep. Als deze video goed in de smaak valt bij jullie, wil ik dit vaker gaan doen, maar dan heb ik wel vieze pc's nodig. Drop dus even een likey als je de video af hebt om je support te laten zien en misschien maak ik binnenkort wel jouw pc schoon. En ja, ik heb Greg Salazar zitten kijken. Sue me. Goed, voordat we beginnen met schoonmaken wil ik heel even een baseline reading maken van de prestaties, temperaturen en geluidsproductie van Jeroens pc. Zodat we straks kunnen zien hoeveel zin het heeft gehad. Als het dat überhaupt heeft. Spoiler. Ja, laat ik zeggen dat de temperaturen niet het enige zijn wat ik beter heb gemaakt aan deze pc. Om een pc schoon te maken gebruik ik trouwens dit handige setje dat op elke stofzuiger past. Verder gebruik ik een CompuCleaner Expert Duster, dat is een soort elektrische perslucht, wc-papier, wattenstaafjes, een bak water, een doekje, een paar borsteltjes, glassex of iets soortgelijks, verse thermal paste en thermal pads en 99% isopropyl alcohol voor als je klaar bent. Nee, grapje. Let's go! Staubsauger. Thank you.
Uit, de pc van Jeroen is weer helemaal schoon. Sorry Jeroen, maar die krassen kan ik er niet afpoetsen. Maar hoeveel zin heeft het nou allemaal gehad? Want het heeft me toch wel een paar uurtjes gekost. Dus ik hoop dat het ook iets opgeleverd heeft. Buiten dat hij er natuurlijk stralend schoon uitziet. Nou, bij mijn eerste test viel me meteen iets op. De CPU, een i7-9700K, werd maar 39 graden. Dat doet dat koelertje goed, dacht ik. Maar na een rondje Cinebench kwam ik erachter dat deze CPU onder zijn kunnen presteerde. Een bezoekje aan taakbeheer vertelde me dat de CPU maar op 3,6 GHz liep. Hey! Dat is toevallig de base clock van deze CPU. Hij boost dus niet. Een bezoekje aan de BIOS vertelde me eigenlijk alleen dat XMP niet aanstond. Verder niks. Jeroen zweert dat hij nog nooit in de BIOS is geweest. En Jeroen gebruikt zijn PC dus al een jaar zonder XMP en met een CPU die niet boost. Een BIOS-update fixte het probleem en nu presteert de CPU zoals hij moet met een boost naar 4,7 GHz. Na 3 jaar. Lol. Oké, door naar de temperaturen en de geluidsproductie. Na het fixen van de CPU heb ik een stresstest aangezet en na een half uurtje kwam dit eruit. De GPU werd 76 graden met een fansnelheid van 1800 rpm. De GPU hotspot, dat is de heetste plek op de GPU, bij AMD GPU's geeft hij dat aan, werd zelfs 90 graden. Het videogeheugen werd 70 graden en de GPU VRM werd 61 graden. De CPU werd 67 graden. En dan nu het antwoord op de grote vraag. Heeft het schoonmaken zin gehad? Het antwoord is gelukkig ja. Bij dezelfde fansnelheden zien we letterlijk overal een verbetering. De kaart wordt nu 3 graden koeler, de hotspot 10 graden, het geheugen 2 graden en de VRM 4 graden. De CPU is ook 5 graden koeler. Maar we hebben nog een verbetering te gaan. De PC maakt namelijk nog precies evenveel lawaai en ik kan het niet over mijn hartje verkrijgen om hem zo mee te geven aan die lieve Jeroen. Daarom heb ik 2 intakefans bijgeplaatst en alle fancurves getweakt. Nu is de PC een stuk stiller en zijn de temperaturen nog steeds prima onder controle. Het opvallendste hier is dat de GPU nu wel 81 graden wordt, dus warmer dan eerst, maar de hotspot nog steeds op 89 zit. Er was dus blijkbaar een plekje waar de thermal paste niet helemaal lekker meer aansloot. Of zoiets. Nou, jullie hebben vandaag gezien hoe ik een PC helemaal deep clean. En nogmaals, als jullie dit vet vinden om te zien, laat het even weten met een like en een comment. En misschien maak ik binnenkort wel PC's van kijkers schoon. Het schoonhouden van je PC is dus belangrijk. Want zelfs bij de PC van Jeroen, die niet eens zo heel vies was, zien we een verbetering op letterlijk alle punten. Let wel dat de dingen in deze video, vooral het uit elkaar halen van de kaart natuurlijk, dat dat wat geavanceerder is. En doe me dus na op eigen risico. Vond je dit een leuke video? Drop dan even een likey. En wil je nooit meer een video missen van Readix Gaming? Subscribe dan en klik op dat belletje. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel. Doei.